Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van NBA 2019 Career Mode. We gaan nog verder in België, ronde nummer 13 van het kampioenschap van aflevering 14. We hebben twee upgrades weer te pakken en dan gaan we nu gewoon door naar de kwalificatie. Met Spa, one of the mightiest tracks on the Formula 1 calendar. Long straights, up and downhill, Eau Rouge as well. This track isn't for the faint-hearted. Many of the drivers have commented on the challenge posed by the high-speed direction changes around this circuit, but you still need to be quick in a straight line. Is that a fair layman's appraisal? Drivers are going to need a nicely balanced car to be fast here. They'll need to get the most out of the medium and high-speed corners, which will push them to run more downforce. But in turn, this slows the car down on the straights. It's a tricky balancing act. Nou, we zijn dus allemaal op onze eigen cockpit voor Q1 in België. Ja, we gaan gelijk op top 5 speed. En ja, we hebben een nieuwe gearbox zonder straffen. Kijk even naar de power unit. Want misschien in Monza pakken we een keer gridstraf. Lucas Weber was er wel even onderweg. En wij gaan dus nu ook. Wij gaan dus nu ook onderweg. Outlap dus. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. We hebben iemand achterom. Kijk wie dat is. Het is Verstappen. Hebben we achterom. Hopelijk dat hij ons niet te veel gaat ophouden, of dat wij hem ophouden. Eau Rouge en Radion. Verwacht op één bocht, maar het zijn echt twee bochten. Eau Rouge is de gedeelte op de heuvel erop. En Radion is een stukje daarna. Terwijl we nu bezig zijn met de tijd gaan noteren. En dan gaan we dus kijken wat we gaan worden. Dicht langs de muur, maar het is geen probleem. Perez met een 1.48.0, 48.8 of niet, dat is deze genoeg. En wij zetten een 1.47.7 in. Best wel goed is. Verstappen duikt er niet onder. Tiende verschil met ons. En hopelijk kunnen wij dit. Deze race van onze allereerste pole position. Pole position, ja. Dat zei ik niet. Pakken deze wedstrijd. Met nog 5 minuten en. Nog heel veel minuten later, want het is voor de tijd gewoon door. Dus 5 minuten klopt helaas niet meer. Einde van Q1. Ja, en we staan dus eerste. Vettel pakt ons net niet op 27.000 van een seconde. En als we doorgaan naar Q2 zien we dus dat we een probleem hebben. Met de electrical systems, als ik dat goed zeg. Het duurt dus 5 minuten. En we spoelen dus door. En we hebben wat tijd verloren. Raikkonen inmiddels naar P5. Vettel naar 1. En ik zie Verstappen niet bij de top 10 staan. Dus ik weet niet wat er met hem is gebeurd. We moeten wel op soft gaan starten, maar als we op medium gaan starten, dan inderdaad niet. Wel een probleem, want Kimi komt nu binnen. Ja, Kimi komt binnen en wij moeten nu gaan wachten. En dit kost ons tijd. Dit kost ons tijd. Dit is niet goed gecommuniceerd met het team. En nu moeten wij wachten. Kimi gaat nu de pitbox binnen. En dit kost ons tijd. Dit kost ons tijd, dat wou ik zeggen. Ja, nu gaan de banden verwarmen echt ook af. Ja, nu worden wij dus in de garage uitgewezen. P5. Vettel naar 1. Nu kunnen wij de auto gaan besturen. Dat ging maar net goed met de pits hoor. Dan hier weer. Eau Rouge
hier begint Radeon. Ook invalid lap time. Track limits, dat we nu op Camel Straight rijden. Op Nederlandse vlag hier. Vanwege mijzelf en Max Verstappen natuurlijk. 10 minuten en 53 op de klok. Dan gaan we de tijd noteren in Q2. En het wordt P1 met een 1.47.4. Dat is netjes. We gaan misschien melden dat we dus nu naar binnen gaan. Ja, dan hier de pitlimiter op en dan terug naar de garage. En dan gaan we kijken wat het in Q3 gaat worden. Hopelijk kunnen we ook meedekken voor de pole. Want dit ziet er al heel belovend uit. Snelste in Q1, snelste in Q2. Als het nou niet snelste in Q3 wordt, dan is het ontzettend jammer. Vind ik. Ja, wij worden dus weer terug de pitbox in geduwd door ons team. Koelingen erop, want de remmen zijn natuurlijk warm. De bandenverwarmers gaan er ook weer op. En dan gaan we kijken of we nog misschien nog tijd hebben voor een tweede ronde in Q2. Maar dat doen we niet, want we paren de banden gewoon uit. We houden het gewoon bij één run, denk ik. Hoop ik. So far, our fastest lap is a 1 minute 47.4. 1.64.4 is een snelste race ronde. Sorry, 47.4. Op 2/10 van Vettel. En Max zit er niet bij. Verstappen zit niet in de top 10. Kimi door naar Q1, nu ook door naar Q2. Hoop ik. We gaan het zien in de uitslag. Wij staan het weer op eerste. Kimi door naar Q3 en Max redt het niet. Helaas, een Nederlander weg, maar wij kunnen gewoon nog tijd voor de positie. Dat gaan we even doen. Want we gaan outlap starten in Q3. Hopelijk kunnen wij onze eerste pole position van dit seizoen behalen. Oh, we raken de muren wel eventjes. Maak geen voorvleugel schade en nu kunnen we de auto snel gaan besturen. We zetten gewoon even op onze paniekmodus. We komen hier bij de busstopchicane aan. En maken ons op voor de allereerste vliegende ronde in Q3. DRS geopend. Komen overstart finish en nu kunnen we dus de tijd gaan noteren. Hier weer naar Rouge en Radeon. En dan naar Camel Straight. Topsnelheid is 333. Weer aanremmen voor de busstopchicane. En dan door naar start finish. Bottas zit achter ons volgens mij. En we zetten een 1.47.9 neer. Maar Bottas die pakt het gewoon af. Met een halve seconde nog wel. 1.47.4. En wij gaan nu gewoon naar binnen. En we komen dus aan bij de busstop. We hebben ook track limits gehad. En dat is nog goed dat we nu ook naar binnen gaan. En daar komt een tweede zachte set voor de Q3. Want dit is een set van Q2. Want ik had een setje uitgespaard. Dus wij starten dadelijk nog verse softbanden. Terwijl de rest volgens mij nog een oude softbanden rijden. Van Q3. Nu worden wij gewoon weer terug de pits ingeduwd. Dan is het gewoon wachten voor een tweede run hier in Q3. En Kimmy gaat hier ook weer gelijk naar binnen. En dat kost ons, als ze misschien weer snel kunnen gaan, kost het ons nog een goede tijd. Maar we wachten gewoon. Hoop ik. 4 op dit moment. Ja, we hebben nog een verse set van de soft en die gebruiken we dus ook. En we gaan nu dus naar buiten. Ferrari is ook naar buiten gegaan, Red Bull ook naar buiten, Gasly
en Haas naar buiten. Iedereen gaat dus naar buiten. En nu wordt het gigantisch druk. Voor Q3, voor de laatste run. En nog 2 minuten en 46 seconden op de klok. Racing Point zie ik. Is dat de Racing Point? Nee, dat is mijn teammaatje Kimi Räikkönen. Dus ja, hier is het wel echt druk hoor. Wat wij dus gaan doen is afstand houden. Afstand van Kimi Räikkönen. Ook Bottas zie ik daar, want Hamilton die leidt. Oh, het wordt daar wel erg druk. Kimi gaat op de rem. En wij houden gewoon voldoende afstand. Maar Hamilton leidt het groepje. En Kimi rijdt niet echt door, want ik wil gewoon namelijk achter hem rijden. Volgens mij komt Bottas daar ook aan. En wat wij dus gewoon doen, is Bottas gewoon voorbij laten. En dan kunnen we misschien een toon pakken. En dan kunnen we dan naar de eerste plek rijden. Met nog 2 minuten en 4 seconden op de klok. Inmiddels de checkered flag is uitgehangen. Sector 1 is groen, sector 2 is paars. Hamilton heeft er 1.47.0. En pakken wij pole position. Hamilton verbeterd naar 1.46.8. En wij pakken pole position. Is dat pole? Nee. Tweede plek. Maar oké, goed gedaan. Voor een Alfa Romeo. Op een tiende. Wij, Hamilton en ik, zijn de enige twee die onder de 1.47 duiken. En Kimi naar 7. Goed gedaan, Kimi. Bottas maakt de top 3 af. Daarachter Leclerc, Vettel, Gasly, Räikkönen, Hülkenberg, Ocon en Perez. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Are you happy with where you'll be on the grid tomorrow? Ja, ik ben zeker blij waar we staan. Zeker blij. Ja, het was gewoon een super kwalificatie dit. Ja, want het team die upgrades meebracht. En ja, dat heeft geholpen. En die reliability issues, ja, ik denk van wel. Ik weet niet waar ze het over heeft. Kan in een vrije training zijn gebeurd. Dat heb ik niet opgenomen. Nou, dankjewel Claire. Doei doei, tot na de race. Dan gaan we nu naar de data en dan de race. Nou, de resultaten van de kwalificatie. We winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen en we winnen ook ten opzichte van Lucas Weber. Eigenlijk hebben we geen tempo van Räikkönen zo goed als gewonnen. De resource points voor de upgrades. In Singapore komen er wel upgrades aan. We hebben veel binnen gesprokkeld met de resource. 190 in totaal, 445 overal. De reputatie is wat gedaald, misschien vanwege dat interview, ik weet het niet zeker. Klimmen we naar de veteran en winnen. En dan gaan we kijken. Race. Hopelijk kunnen we misschien een overwinning pakken. We zullen zien. In de 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today. But expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. And great to see you. How are you feeling about the race today? And how are the circuit conditions from what you've seen? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes.
run you through the driver grid order for today's exciting race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and the professor completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Sebastian Vettel, and Gasly, Raikkonen, Hülkenberg, Grosjean, and Sergio Perez. Verstappen, Norris, Carlos Sainz, and Ricciardo, Weber, Stroll, Alexander Albon, and Kevin Magnussen. Russell and Devon Butler starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, hier zijn we dus voor onze eigen auto. We starten vanaf P2. En misschien kunnen we Hamilton pakken in de allereerste bocht. Maar 11 ronden, een korte grote prijs. En we nemen wat extra fuel mee. Voor het geval dat. En dan gaan we gewoon beginnen met de grote prijs van België. Career aflevering 14. De lampen zijn dus aan voor de grote prijs van België. Met Hamilton op pole position erachter. Wij zelf ons op 2, Bottas op 3 en we zijn onderweg en we komen niet zo lekker weg, want Bottas zit toch gelijk aan onze binnenkant. Wij nemen hier een ruimere bocht en we hebben P2 weer veroverd, maar Hamilton is goed weggekomen. Iedereen is clean door bocht 1 heen gekomen, zie ik. En nu is het de jacht open naar Lewis Hamilton. Rouge gaat en Radion gaat goed. Oh, wel even een waarschuwing van exceeded track limits. Bottas hebben wij in ons kielzog, maar wij rijden van hem weg. We komen wat dichter bij Hamilton vanwege de slipstream. En het gat naar Hamilton is 14e. Het gat naar Bottas is ook 14e. Weet wel dat Bottas op de medium band start. Dus die kan langer door. Ben benieuwd. Iedereen is goed door bocht 1 heen gekomen. We schieten daar wel even wijd. En Hamilton heeft nu wel een lucht. ICE problems terwijl we... DRS enabled is en Lewis Hamilton heeft de snelste gegeven om te laten zetten. Maar de ICE gaat hopelijk niet in ons spel dwarsbomen. Jeff die heeft ons ook gezegd vanwege de pitstops. Dat hier ook aan beginnen te komen. Een lang rechtstuk hier en Hamilton rijdt gewoon van ons weg. 73.000 sneller, het gat naar Hamilton is 1.6. Dus misschien moeten we hopen op een mirakel, oftewel een hoop dat iemand misschien Mercedes motor gaat dwarsbomen. De power gaat inmiddels omlaag, ronde nummer 4 inmiddels en begin ronde nummer 5. We zijn 3.000 sneller dan onze vorige lap. Het gat naar Hamilton is volgens mij 2.5 seconden als ik het goed zag. Leclerc naar 3, dus die heeft Valtteri Bottas gepakt. En volgens mij heeft Vettel ook Bottas gepakt, want Bottas rijdt nu op P5. Hamilton nog steeds aan de leiding, wij nog steeds op P2. MGUK wat schade. Eén stopstrategie nog. Volgende ronde opent onze pitwindow, dus dan gaan wij naar binnen. Maar we kunnen ook een ronde later gaan, hè? Wie weet. Leclerc naar het gat, naar onszelf, Leclerc was 3.8 seconden. Hamilton rijdt van ons weg. Die is snel. Maar er kan hier van alles gebeuren, hè? Dus je weet maar nooit. Je weet maar nooit wat hier gaat gebeuren. Deze bocht nemen we goed. Het is een snelle bocht. We hebben dus een probleem met de MGUH. Als de motor overhitte wordt het erger, dus we moeten opletten op de temperaturen van de motor. Gat naar Hamilton is 3.0 seconden, dus die is snel. 14e langzaam in sector 2 dan onze beste lap hier in Spa-Francorchamps. En gat naar Leclerc is ook groot hoor. We zien daar wel Hamilton rijden hoor. Oh, Hamilton duikt naar binnen. Lewis Hamilton duikt naar binnen voor ronde nummer 6. En hij gaat naar de mediumband. En wij gaan nu proberen om een snelle ronde neer te gaan zetten. Om misschien Lewis Hamilton te overcutten. Maar ik weet niet of dat gaat helpen. Teamgenoot is naar binnen.
Kimi dus naar binnen voor de mediumband. En wij gaan nu naar binnen voor onze laatste stop van de wedstrijd. Oh, raak de muur. En dan doen we gewoon even een flashback gebruiken. En dan hier opletten voor de speed limiter. En dan kijken wat onze stop wordt. Banden zijn er wel aan hoor. Goeie stop, 2.5. En Hamilton is ons voorbij. Gasly naar binnen. Strategie is compleet en nu moeten we deze banden naar het eind zien te brengen. Hamilton heeft een probleem. Lewis Hamilton heeft een probleem, dat meldt mijn ingenieur. En dit kan misschien ons hoop geven met nog 4 ronden te gaan in de wedstrijd. Dit zou toch briljant zijn als wij hier gewoon overwinning kunnen pakken. Hamilton is met een mechanisch probleem. Want we zijn een ronde oud van Lewis. Twee ronden oud eigenlijk, als je deze ronde ook meetelt. Ronde nummer 9 inmiddels en we zien Lewis Hamilton. Het gat is nu 1.7, dat was 2.5. En wie weet kunnen we hem misschien wel pakken met nog 3 ronden te gaan, want de wedstrijd zit er alweer bijna op. Hier Rouge en Radion, dan door naar Camel Straight. Kijken of we wat meer topsnelheid hebben dan Lewis Hamilton in zijn Mercedes. Hij rijdt op de mediumband. De band is een rondje ouder. Een tiende sneller. Het gat naar Hamilton is 1.3. Inmiddels ronde nummer 9, nog steeds in ronde nummer 9 aan het einde. En we zitten er wel heel erg dicht op bij Lewis. In de gearbox, 2/10 verschil. Turbocharger het probleem, dat geeft niks. We komen aan bij Blanchimont. Kunnen we hier een aanvraag op Lewis Hamilton voor de leiding in de wedstrijd? Nee, helaas. Helaas. We moeten het proberen op Eau Rouge. We rijden wel erg dicht naartoe, hier in de DRS-zone van Lewis Hamilton. Hamilton heeft gewoon een probleem. Dan kunnen we misschien kijken bij Lassoes, de eerste bocht hier. Nee, we lijnen ons wel op, want we nemen een wat strakkere lijn richting Eau Rouge. Meer snelheid dan Lewis Hamilton. In de slittering van Lewis Hamilton, alles staat open en durven wij hem hier na te zetten. We durven hem hier na te zetten en dat is de leiding veroverd. Maar we hebben een 3 seconds time penalty. Voor de track limits, maar wat een move was dat. Dit was gewoon Mark Webber in 2011. Mark Webber deed hetzelfde bij Alonso. De laatste ronde is inmiddels ingegaan van deze wedstrijd, maar dit was gewoon de perfecte move die ik ooit had kunnen voorstellen. Het gat naar Hamilton is 2.6, dus die overwinning hebben wij in de pocket. Want wij winnen hem gewoon. De Claire naar 3. 1 lap of fuel remaining, dat geeft niks. Nou, we hebben bijna alles opgebrand namelijk. En we doen nog steeds met de snelste raceronde. We komen aan bij de busstopchicane. En wij winnen gewoon de grote prijs van België. Hulkenberg is er out of the race, maar dat geeft niks. Geen safety car. Dit was gewoon een fantastische race. En wij hebben Helmut ook op een grandioze wijze geklopt. Wij winnen de grote prijs van België. Bizar dit. Bizar. Suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent result.
Nou, wij winnen dus gewoon prijs van België, ondanks een 3 seconden time penalty. En het is dus 2 uit 2, want vorig jaar in de Alfa Romeo Sauber hebben wij ook deze grote prijs gewonnen. Raikkonen pakt punten, Bottas pakt een extra punt. En David Butler krijgt de driver of the day, vanaf P20 naar P14 niet gegeven had ik hem. Ja, constructeurs, ik had hem eigenlijk aan Max Verstappen gegeven. Wij pakken Kevin Magnussen en wij pakken ook Renault. P5. Super dit. Super. Gewoon een geweldig weekend. 9 punten verschil met Kevin Magnussen. En misschien kunnen we ook naar Pierre Gasly toe rijden als Monza goed gaat. Ik hoop het. Maar dan gaan we nu eerst door naar de datacenter of de interview. Voor het interview dus. Jazeker, daar ben ik altijd pleased mee om hem dus ja, goed te zien doen. Reputatie dus gestegen. You've had experience with Devon's fast, aggressive style. Any advice for the drivers he passed today? Ja, gewoon goed zijn best doen. Alfa Romeo Racing reputatie dus gestegen. Ja, het was een comfortabele win, maar ik had het niet gewoon gedaan zonder mijn team. Maar luck has changed. Oké, dankjewel Claire. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, want vorige weekend in Hongarije ging ook hartstikke goed. Power Unit was gewoon ook goed, dus die willen dit weten namelijk. Wordt die namelijk geïnformeerd. Erve stond nog even te kletsen. Shout-out naar Erve. Volg me op Facebook en Twitter en Instagram, @Erve. En ja, dan gaan we gewoon door naar het datacenter en dan door naar de volgende race in Italië. Nou, de resultaten. Nou, we winnen gewoon ten opzichte van Kimi Räikkönen. We winnen ook ten opzichte van Lucas Weber. We hebben het rivaliteit eigenlijk met Kimi Räikkönen zo goed als gewonnen. De resource points. Voor upgrades. In Singapore komen er trouwens ook upgrades aan. Race bonus is wel goed gegaan. Zie ik 152, 600, 800 in totaal. Reputatie is flink gestegen. En bij andere teams ook. Dus klimmen we naar een veteran en naar de sportsmanship toe. Fantastic podium. Well done. Keep pushing like this for the rest of the season. Nou, ik hoop dat we dat kunnen doen in de tweede seizoen zelf. Ja, de rivaliteit gaat dus wat omhoog als we deze Invitational event doen. Want Räikkönen doet er ook aan mee, maar dat doen we dus gewoon niet. Carl, feliciteer me nog eventjes. Dankjewel, Carl. Emma, even uitleg over Invitational events en interviews met Lucas Weber en Devin Butler. En Klein vraagt hier gewoon aan Lucas om met hoe we met Devin is en zo. Mijn oude teamgenoten. Ja. Oké, dankjewel, Lucas. En interview met Devin Butler. Level of luck involved. Zag je dat, mensen? Devin Butler, level of luck. Dit was geen level of luck. Dit was gewoon pure race skills. Devin Butler, je lult uit je nek. Ga voor de 2 rijden, alsjeblieft. Echt waar. Dit is gewoon niet normaal. We kijken naar de upgrades tree. Maar ik hoop dat Devin Butler het zwaar gaat krijgen, want dit vind ik niet oké. I recommend we could go for something like this. Nog even kijken naar welke upgrades we gaan doen voor Singapore. Aerodynamica kunnen we ook gaan kiezen, maar ik weet niet of dat goed is, want de tree is al goed genoeg, zie ik. Nou, we doen gewoon wat Carl zegt. Ja, en dan zou ik zeggen, ja, dit zijn dus upgrades en we stijgen natuurlijk van haast. En we gaan ook wat nieuwe onderdelen pakken voor Italië, dus gridstraffen voor Italië. Dus we starten vanaf Italië sowieso achteraan. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt op deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career Mode en Project 2 Career Mode. Reageer wat beter kan of moet worden aan deze video. Volg me even op de sociale kanalen. Links in de beschrijving. Instagram, Twitter en Facebook. Druk ook op het belletje op bij de abonnee om niks meer van mij te missen.
Dan ben je altijd geïnformeerd in een volgende video. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Dan gaan we verder in Italië. Een fijne dag nog verder. En tot ziens.